goede leiders hebben lef. En goede leiders hebben de capaciteit om naar zichzelf te kijken. Om af en toe zich af te vragen of ze nog met de dingen bezig zijn waar ze zichzelf ook met hun hele letterlijk ziel en zaligheid aan willen verbinden. En om daarover in gesprek te gaan met de mensen. Goede leiders hebben humor en daar hoort zelfspot en af en toe een beetje relativeren van je eigen fantastische positie hoort daar wel bij. Wil niet zeggen dat je niet robbewust moet zijn. Wat ik ook veel zie is leiders die geen leider durven zijn. Die dan een beetje, zeker als ze nog maar een kort leider zijn, die dan de hele dag maar aardig gevonden willen worden. En een leider haalt ook de hete kolen uit het vuur. Hè? Dus je mag als medewerker soms ook schelden op de leider, hè? Niet letterlijk vloeken en tieren. Maar je mag wel hem of haar als symbool gebruiken om je ongenoegen te uiten. En als je daar als leider niet tegen kan, dan moet je gewoon niet op je stoel gaan zitten. Er wordt vaak gevraagd van, kan je ander gedrag leren als leider of speel je een rol? Ik denk dat we allemaal een rol spelen. Ik denk dat we allemaal thuis of op de sportvereniging of in je gezin iemand anders bent dan op de werkvloer. Dat vind ik ook goed. Dus je hebt als leider ook een symbolische functie te vervullen. En ik denk dat we bij anderen, wat we van andere volken kunnen leren, is dat soms die rol ook mooier omlijst wordt. Hè? Wij zijn natuurlijk, zeker in Nederland, zijn we een beetje voorzichtig als het gaat om tonen van status of het tonen van bevlogenheid, tonen van passie. Het is allemaal snel van doe maar gewoon, doe maar normaal. Terwijl ik vind het wel mooi als een leider ook echt een rol heel duidelijk pakt. We all